Ik heb alvast een boxplot getekend, maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik iets makkelijker beginnen. Stel, ik heb deze lijst met getallen. 1, 1, 1, dus 3 keer een 1, 1 keer een 2, 2 keer een 3, 1 keer een 4, 1 keer een 6, 3 keer een 7 en 2 keer een 9. Dan kan ik de volgende 5 zaken gaan uitrekenen. Dat is, wat is het minimum? Nou, dat is makkelijk, dat is gewoon het meest linkere getal, is het kleinste getal, dat is 1. En het maximum, even simpel, dat is 9. In de vorige video heb ik aangetoond hoe je de mediaan bepaalt. Dan moeten we dus eigenlijk als eerste gaan kijken, wat is het middelste getal hier? En dan is de vraag, heb ik überhaupt een middelste getal? Nou, ik heb hier 13 getallen in totaal. En dan kan ik het volgende doen. Dan kan ik zeggen, 13, dat is oneven. Dan pak ik ook echt één getalletje eruit. Dan hou ik 12 over. Dat deel ik door 2, krijg je hier 6 en daar 6. En zo kun je zien dat de mediaan gelijk is aan het zevende getal. Ik heb er hier namelijk 6 en dit, het zevende getal, dat is de mediaan. Nou, dan kun je tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus dat is gelijk aan 4. De mediaan, dat is ook wel gelijk aan Q2. Dat is het tweede kwartiel. En dat is wel handig als je dadelijk naar Q1 en Q3 gaat, want dat is het eerste kwartiel en het derde kwartiel. Nou, wat is Q1, het eerste kwartiel? Dat wil eigenlijk zeggen dat je links van de mediaan het weer in twee dezelfde groepen gaat verdelen. Dus dat je eigenlijk het middelste getal wil hebben van de linkerhelft. Nou, wat is de afspraak? Op het moment dat er ook echt een mediaan is, zoals hier, dan kan ik Q1 bepalen door deze buiten beschouwing te laten. Dan moet ik dus kijken naar de meest linker 6 getallen. Dus dan kan ik het volgende doen. Je kunt ook weer zeggen, dat zijn 6 getallen. Ik zal het hier opschrijven. Nou, dat doe ik verdelen in 2 groepen van 3. Je ziet dat je Q1 nu dus kunt bepalen door het derde getal te pakken. Plus het vierde getal. En dat moet je delen door 2. Nou, het derde getal is 1, het vierde getal is 2. En als ik dat door 2 deel, kom je uit op 1,5. En bij Q3 doe je dit voor de rechterhelft. Nou, welke getallen moet ik dan nu hebben? Nou, dan moet je goed opletten. Ik had hier, tot en met die 4, had ik al 7 getallen te pakken. En daar moet ik er 3 bij optellen. Dus dit wordt het 10e getal in de lijst. Plus het 11e getal in de lijst. Ook weer gedeeld door 2. Nou, dat is gelijk aan 7 plus 7. Gedeeld door 2, dus dat is gewoon 7. Op basis van deze 5 gegevens kan ik altijd een boxplot tekenen. Nou, wat doe je altijd? Nou, jij tekent een stuk netter dan dat ik hier doe. Met potlood en geodriehoek een getallenlijn. Je zet hier de minimale waarde. En dan ga je stapjes naar rechts, zodat je bij de maximale waarde zit. Dus 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Dit zet je ook netjes eronder. Wat ik altijd verschrikkelijk vind is als mensen de boxen door de getallenlijn heen gaan tekenen. Doe dat nooit. Je tekent altijd een getallenlijn en daarboven teken je netjes de boxplot. Nou, je begint de box bij 1, want dat was de minimale waarde. En je eindigt hem bij 9. En met behulp van Q1, Q2 en Q3 kun je de box tekenen. Q1, dat was 1,5. Daar begint de box. Dus dan teken je altijd een iets groter verticaal lijnstuk. Dat ligt dus altijd bij Q1. Nou, Q2, oftewel de mediaan was 4. Dat is het midden van de box. En dan krijg je ook nog 7. Dat ligt hier. En daar sluit de box. Nou, hier zit ja, die 2 nog even er doorheen van de berekening. Maar die moet je natuurlijk even wegdenken. Dus ik zou ook iets meer ruimte pakken als je dit tekent. En dan zie je dat je op deze manier de boxplot af kunt tekenen. Nogmaals, doe dit een stuk netter, teken alles met potlood en met geodriehoek. En denk ook altijd aan een opschrift. Ik hoop niet dat dit de cijfers waren die in een van mijn klassen voor een van mijn toetsen zijn gehaald. Maar ja, dat is het eerste wat ik nu even als voorbeeld zou kunnen bedenken. Dus dit zijn dan eventueel de toetscijfers. Maar ja, dat hoop ik nogmaals niet, want dit is geen beste score op de 6 rechtercijfers na. En dus dit zijn bijvoorbeeld de toetscijfers. Denk dus ook altijd aan een opschrift bij de boxplot. Nou, nu gaan we naar het rechterplaatje. Daar heb ik nog een boxplot getekend. En Je ziet dat een boxplot de informatie dus altijd heel goed onderverdeeld in 4 categorieën. Tussen de minimale waarde en Q1 bevindt zich altijd 25% van de waarnemingen. En de box zelf die vertegenwoordigt 50%. En tussen Q1 en Q2, de mediaan, zit dan 25%. En tussen Q2 en Q3 zit dan nog eens 25%. En van Q3 naar de maximale waarde toe heb ik nog eens een keer 25% te pakken. Nou, ik kan hier het volgende bedenken. Je kunt ook nog de volgende maten uitrekenen. De spreidingsbreedte. En soms is het gewoon zo dat de centrummaten niet voldoende zijn. Dus daarom zijn er ook 3 spreidingsmaten. Bij de centrummaten hebben we gezien dat is modus, mediaan en gemiddelde. Bij de spreidingsmaten heb je dit. De spreidingsbreedte, de inter, kwartielafstand. De ene keer schrijven ze dat op als kwartielafstand, dan zie je interkwartielafstand staan, dus vandaar dat dat tussen haakjes staat. En dan hebben we ook nog de standaardafwijking. Nou, wat is de spreidingsbreedte? Dat is niks anders dan de maximale waarde min de minimale waarde. Dus als ik nu in dit plaatje kijk, dan is de maximale waarde 120, de minimale waarde is 40, dus de spreidingsbreedte is hier gelijk aan 80. Dat zegt dus iets over, ja, wat is de spreiding, hè? Hoe ver liggen die waarden uit elkaar, hè? Het minimum en het maximum. Nou, de kwartielafstand of de interkwartielafstand is niks anders dan de waarde van Q3 min de waarde van Q1. Nou, waar is de waarde van Q3 hier gelijk aan? Nou, dat zal ongeveer 98 zijn. En de waarde van Q1, dat is ongeveer gelijk aan 63. Dus je ziet dat je dan uitkomt op 34, of op 35. Nou, de standaardafwijking, dat ga ik in mijn volgende video helemaal uitleggen. En kijk ook zeker die video, want dan laat ik je precies zien wat de standaardafwijking is, hoe je de standaardafwijking kunt uitrekenen. En die is altijd wel heel erg belangrijk, ook voor je eindexamen. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.